Hallo, ik ben Daniel en we gaan kijken naar de gloednieuwe Physis V100 piano. Een exclusieve high-end digitale piano gemaakt door Viscount in Italië. Of Viscount moet ik zeggen. Hier staat hij al. Nou, dat Physis wordt dus gebouwd door het beroemde Viscount in Italië. Viscount, moet ik zeggen. En dat is een bedrijf met een hele rijke historie. Zij bouwden dus al muziekinstrumenten sinds het begin van de vorige eeuw al. En ze zitten dus bij Rimini in de buurt, in Mondaino. Prachtig plaatsje. En verdeeld over die stad hebben ze dus allerlei panden en een eigen research and development center. En ze hebben daar de fabriek, ze hebben daar een enorme imposante showroom. En ze produceren dus super high-end orgels en piano's. Nou, en voor wat betreft die piano's, ze hebben een paar modellen die zij bouwen. Dit is de V100, dat is de staande, hè, dus de upright piano. Ze hebben de G1000, dat is de vleugel, ook prachtig. Zelfde instrument, maar dan in een vleugelkast. En dan hebben ze nog een K-serie en dat zijn de stage piano's. Nou, we gaan zoals altijd weer kijken naar de 5 hoofdpunten. Allereerst natuurlijk de technologie. Wat wordt hier gebruikt? Sampling, modeling, hoe werkt dat precies? We gaan kijken naar het klavier. Hoe speelt dat? Lijkt dat een beetje op een echte piano? Het kastwerk, hoe mooi ziet dat eruit? Dus het uiterlijk van de piano. Speakers en versterker natuurlijk. Hoe dat klinkt, hoeveel speakers zitten erin, het vermogen. En we gaan kijken naar de mogelijkheden. En dat zijn er een hele hoop. Nou, en waarbij de meeste instrumenten een gedeelte nog steeds sampling is en een klein gedeelte modeling, is de Physis dus volledig 100% gemodeld. Nou, als we heel zachtjes spelen. Oh, dat hij heel mooi warm is. En hoe harder ik ga, hoor je dat hij open gaat. Hè? Als een soort bloem die open gaat. En dat is dat dynamisch bereik en dat kleurenpalet. Dat heb je nodig, dus van warm naar. En dat komt dus door dat physical modeling. Nou, en wat heb je nou aan dat modelen? Als jij een vleugel wil hebben van 6 meter lang, of je wil een vleugel met zilveren besnaring, of je wil een glazen vleugel, noem op, dan is dat mogelijk. Want aangezien we het niet meer hoeven opnemen van een echt instrument, zitten we niet meer vast aan die fysische restricties, aan die natuurkundige restricties, en kunnen we dus gewoon een droominstrument bouwen. Je zou kunnen zeggen dat de Physis met zijn technologie dus eigenlijk een echt muziekinstrument is, aangezien je niet iets afspeelt wat een ander heeft opgenomen, maar je maakt, je genereert het eigen geluid. Nou, en als we nou onze eigen droompiano willen maken of we willen de piano aanpassen, dan druk ik op Sound Edit. En dan zie ik allemaal plaatjes van alle verschillende onderdelen van deze piano. Bijvoorbeeld de size, de lengte van het instrument. En dan kan ik dus heel mooi, als ik hierop druk, de piano gewoon een stuk groter maken. Nou, dan heb ik dus een 6 meter lange concertvleugel. Of hem juist heel klein maken. En het geluid verandert dus ook drastisch daarbij. Hè? Dus een heel kleine vleugel, korte bassnaren. Nou, maak ik hem langer. Dan hoor je meteen dat hij veel voller klinkt. Dit is ook erg leuk. Je kan zelfs het filt van je hamers aanpassen. Dus als ik nou een hamer heb en ik wil hem wat warmer laten klinken, heb ik ander vilt, hè, meer van dat witte vilt. Je hebt 2 soorten vilt erin. En dan klinkt hij dus wat wolliger, wat romantischer. En ik kan ook de andere kant op. Dan zie je ook in het scherm dat hij meer rood vilt krijgt. Dan wordt hij knijterhard, die klank. Nou, bij een echte piano noemen we dat een intonatie, intoneren. Dat kun je nu gewoon zelf. En als je het nou verpest hebt, 1 knop en dan is die weer in de factory default instelling. En dan kun je weer opnieuw gaan spelen. Nou, en dat klavier, dat is van Vatar. En dat is een beroemde Italiaanse klavierbouwer. Het zijn 88 gewogen toetsen.
houten toetsen. Er zitten 3 sensoren in per toets, dus hij is erg nauwkeurig. Hij speelt ook een beetje zwaarder in de bassen en hij gaat steeds lichter spelen hoe hoger je komt op het toetsenbord. En hij heeft ivory feel topping, zeg ik dan maar. Dat is dus dat nep ivoor laagje en dat voelt heel premium. Dat voelt net als een echt ivoren klavier. Nou, dus eigenlijk precies wat we van een super high-end digitale piano mogen verwachten. We gaan de aanslaggevoeligheid testen. Een heel zacht stuk piano spelen. Kan die heel mooi aan. Soms speel ik wat te hard en ik kan ook mijn aanslagcurve helemaal customizen, helemaal veranderen. Er zit hier een knopje voor. Dit is de aanslaggevoeligheid. Hij staat nu op een zware aanslag, maar ik kan ook naar een lichte aanslag toe. Of dit is dan normaal en dit is dan licht. En als ik dan heel zachtjes indruk, kan heel veel klank. Dus dan gaat hij ook waarschijnlijk wat scherper klinken. Hoor je ook meteen. Dit was pianoklank nummer 1, de ITA Concert Grand. Maar je kan natuurlijk ook naar een Steinway D, de Concert Grand D. Ook heel mooi. Een Vintage Grand. Dat is een wat oudere vleugel. En zo zie ik allemaal foto's van allemaal verschillende instrumenten. Een Romantic Grand. En zo heb je allerlei instrumenten hierin zitten. Het zijn er echt ontzettend veel. Dit is een John Lennon piano. Heel leuk. Upright piano, dat zijn de staande instrumenten. Heel gaaf. Een saloon upright, dat is eigenlijk nog beter geschikt voor deze muziek. Dat is zo'n oude bar piano. Die je eigenlijk nog moet stemmen. En als je nou wil laten stemmen. Klaar. Datzelfde geldt voor de elektrische piano's. De Fender Rhodes piano's en de FM piano's en de Wurlitzers en de clavinet, etc. Die zitten er ook in. Nou, en dan selecteer ik er eentje. Ik zie gewoon een foto in beeld. Klinkt wel heel lekker. En ook deze kan ik weer helemaal stap voor stap aanpassen. Ik zie alle losse onderdelen. Ik kan dus mijn eigen ideale Fender Rhodes maken. En als je nou geen zin hebt om je eigen klank te maken, nou, dan heb je een hele lijst met kant-en-klare presets waar je uit kan kiezen. Nou, er zit er altijd eentje tussen die je lekker vindt. DX-piano. Of hier, dit is een Hammond-orgel, zo'n Jimmy Smith-orgel. Heel
heel leuk natuurlijk. Ik zit nu in de ensemble-categorie met prachtige strijkinstrumenten, met blazerssecties. Dit is dus een kamerorkest, een kamertrio. Mooi, je hoort die strijkstok. Dit zijn cello's. Dit is dan een compleet orkest. Wat spelen? Erg leuk hoor. Is goed voor Pirates ook, hè? Of de Caribbean. Heel cool. Nummer 11, Horns and Strings. Dat is dus met een hele blazersectie. En als ik dan zachtjes speel, komt hij heel mooi op. En als ik dan harder speel, horen we alle blazers voluit. Net alsof we in zo'n Romeinse film zitten uit de jaren 60. Ik zit nu in de categorie andere muziekinstrumenten. Contrabas, gitaar, jazzgitaar. En dan moet je luisteren niet alleen naar het geluid van de contrabas, maar naar de bijgeluiden, dus de fret noises. Kan ik natuurlijk ook samen doen. Kies ik de piano in de rechterhand. Kies ik die contrabas in de linkerhand. Gitaar, een akoestische gitaar. Nummer 21, een jazzgitaar. Vibrafoon, nummer 1. Waarbij je echt dat vibrato hoort. Als je zachtjes slaat. Steeds harder. Prachtig gedaan. Nou, en of zo'n piano mooi klinkt, hangt in grote mate af van de ingebouwde versterker en de speakers. En deze piano heeft een vierweg systeem, 4 keer 40 watt. Er zitten twee grote subspeakers van 6 inch hieronder. Dan heb je in het middenregister twee speakers die zijn 3 inch. En dan zitten hier, als je de klep open doet, nog twee tweeters in. Dat zijn kleintjes en die zorgen voor dat ruimtelijke geluid. Dus de speakers, topnotch. Nou, en dan gaan we kijken naar het design van de piano. En dat is toch wel in één woord spectaculair te noemen. Prachtig design. De mensen van Fizes die hebben ook meegewerkt aan het design van bijvoorbeeld Ducati, het motormerk in Italië. En dat is toch wel te zien. Wat meteen in het oog springt, dat is het touchscreen. Dat is het allergrootste touchscreen ooit op de markt gebracht. Ik geloof dat die 1,40 meter is in breedte. Hij gaat dus over heel de klep heen. En als je hem uitzet, dan verdwijnt dat dus ook helemaal. Dus dan is het gewoon weer een normale zwarte klep. Dan kan de bovenklep open. En die kan met twee verschillende armpjes in verschillende standen neergezet worden. De klep heeft ook een slowval, dus hij valt heel mooi langzaam dicht. Al met al echt een eyecatcher hier in de winkel, maar zeker ook in de living thuis. Nou, en over de mogelijkheden van deze digitale piano, daar kunnen we eigenlijk wel 10 video's over maken. Dat is trouwens al lang gedaan op internet. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Je hebt het grootste multi-touchscreen waar we over gepraat hebben. Dat kun je helemaal customizen. Je kan je eigen vleugel of je eigen Fender Rhodes piano helemaal aanpassen, helemaal zelf bouwen. Je kan opnames maken. Hij heeft professionele audio inputs, outputs.
een USB-aansluiting om hem aan te sluiten op je iPad of op je computer om daarmee te werken. Splitfuncties, layerfuncties, opnamefunctie om je stuk op te nemen. Nou, zo kan ik doorgaan. En we zullen een paar van die functies nog even demonstreren. Dan heb ik hier een synthesizer, een warmpad. Als ik daar nou een piano bij wil doen, druk ik gewoon allebei de knoppen tegelijk in. Heel vet geluid. En als je deze piano nou een keer in het echt wil komen bekijken, dan zijn jullie van harte welkom in onze showroom. En we zitten aan de afrit 8, aan de A13 tussen Rotterdam en Den Haag. Als je zelf kan spelen, mag je hem helemaal onder handen nemen. Alle knopjes indrukken, alles uitproberen. En als je dat nou niet kan, dan wil ik wat voor jullie voorspelen of een van mijn collega's. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot in Rijswijk. Doeg!